Met de warmste week in het vooruitzicht worden er nu al overal in Vlaanderen heel wat acties voor goede doelen voorbereid. In Essen vroeg een groep enthousiaste vrouwen, 25 bekende zangers, om een lied in te zingen voor kinderen die ernstig ziek zijn. En zo geschiedde. De single is nog niet uit, maar we konden al gaan kijken en luisteren in de opnamestudio. Als je niet weet hoe het verder. Dana Winner is niet de enige die vandaag te gast is in deze muziekstudio. In totaal zingen er 25 Belgische artiesten mee aan het nummer Je bent niet alleen. Je bent niet alleen, je bent niet alleen, alle vrienden om je heen. Het lied staat in het teken van de hoop. Een bewuste keuze van de organisatoren uit Essen die dit jaar twee goede doelen willen steunen. Allereerst Make-A-Wish Vlaanderen, die vervullen de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte. En vervolgens Serafine. Serafine is een Essense VZW. Die hebben 10 jaar geleden hebben die voor elkaar gekregen dat palliatieve thuisbegeleiding van kinderen erkend werd. Kinderen kiezen in de eerste plaats niet zelf om op de wereld te komen. Dus dan vind ik dat het onze verantwoordelijkheid is dat wij ons 100% moeten inzetten. Ik ben UNICEF-ambassadeur. Ik wist dat dit voor kinderen was. Dus ik had geen enkele reden om nee te zeggen. Volgende week vrijdag zou het liedje klaar zijn om op cd of via iTunes verkocht te worden. We zijn allemaal met een warm hartje naar hier gekomen. En we willen maar één ding. En dat is dat die single het goed doet. En dat het zoveel mogelijk mensen kan bereiken. Het is comforting. Het geeft je een warm gevoel. Zo. En dat past heel goed bij Make-A-Wish. Wij hebben allemaal ook kinderen. Hè. Wij zijn heel blij, onze kinderen zijn allemaal gezond, dat wij dit voor andere kinderen kunnen doen. Dat is ons belangrijkste doel.